Jan Bos. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om mij te spotten. Ik ben er hier op 2, 3 en 4 september. Loop ik hier rond op de Vredesfeest van Sint-Niklaas. Het is niet echt een meet en greet. Het is echt als je met wint, kan je met mij op de foto gaan. Maar ik wil gewoon je allemaal uitnodigen, omdat ik ook vaak hoor wat zei je zo allemaal. Wanneer kom je zo aan de markt? Wanneer komt er een meet en greet? Wanneer kan ik je daar ontmoeten? Daar ben ik sowieso, als ik niet ziek ben, ben ik sowieso daar op de markt, op het Heijmanplein. En die kant op te vinden, want ik hou heel veel van ballons. Ik ga ook naar optredens kijken. En als je me moest zien op de Vredesfeesten, mag je zeker vast altijd een foto vragen, een handtekening. Dat is allemaal geen enkel probleem. Op 4 september is het trouwens nog veel, veel, veel spectaculair. Want dan doe ik mee met de ballonloop. En ik wil jullie allemaal vragen om massaal te komen supporteren. Het begint om 1 uur. En dan gaan we 5 kilometer lopen. Ik kan jullie alvast stellen dat 5 kilometer lopen heel vermoeiend gaat zijn. Want ik doe het ieder jaar. Het is nu 2 jaar geleden door corona of 3 jaar geleden dat het plaatsvindt. En ik vind het altijd heel speciaal om mee te lopen met de ballonloop. Ik doe het eigenlijk meer voor de medaille. Dat er zo met een ballon op, dan eigenlijk gewoon voor het lopen. Want lopen doe ik echt totaal niet graag. Maar omdat het te maken heeft met een ballon, doe je dat wel. Of als je dag er s'avonds nu op de grote markt gaat zitten, dan weet ik niet. Meestal ben ik erachter wel niet zo 100% meer na de inspanning. Dus dat ga ik moeten afwachten. Maar ja, en normaal gezien kan je mij dan hier gewoon in het Stadspark op 4 september spotten. Omdat we hier normaal gezien dan aankomen, eigenlijk achter mij aankomen aan die bushaltes die er zijn. Zo wat daar ongeveer, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar daar komen wij normaal gezien aan. Zie je mij daar, dan mag je zeker vast op de foto gaan, handtekening. Het is allemaal geen enkel probleem met mij. Dus, zo zeggen, iedereen is welkom. Het is zeker geen sponsoring of zo. Totaal niet. Het is gewoon puur omdat ik jullie graag wil ontmoeten. En ik weet dat jullie er altijd achter vragen. En ik dacht, het is misschien mooi meegenomen om dat even in de kijker te zetten. Zodat je mij daar kan ontmoeten. Dus ik zou zeggen, kom zeker af. En je weet, ga je mij wel zien. Je weet dat natuurlijk nooit. Dus ik ben daar vooral met mijn shirtje met ballonvrienden op te vinden. Iedereen is welkom. Dus ik zie je later.